Hallo, welkom bij Hillary. Een tijd geleden op mijn website, als je dat volgt, heb ik een gouden pizzadoos gemaakt. Deze, voor kerst. En toen heb ik beloofd dat ik de witte ook eens een keer ga doen. Want dit is heel feestelijk natuurlijk, heel elegant en chic. Maar soms wil je gewoon een klein cadeautje geven. En dan heb je ook dus een witte pizzadoos. Het is volgens mij food safe. Dus dat wil zeggen dat je er eten in kan doen. Ik zal het even opzoeken of dat echt klopt. Even bladeren in. Het is heel spannend welke bladzijden ze zijn. En dit zijn bekersbochten pizzadoos. Ja, food safe. Ze zijn food safe. Dus je kan er voeding in bewaren. Snoepjes of zo. Of een cake of koekjes. Ik ga laten zien hoe je het maakt. Het is een witte. Ik ga het even voordoen hoe je dat maakt. Ik heb hier gewerkt met Blackberry Bliss op de achtergrond en Soft Sweet. Maar ik ga dit keer met een andere kleur werken, met Rococo Roos. Eerst zetten we de doos in elkaar. Die alle rillijnen ingevallen. Het is echt heel makkelijk dit. Het is echt heel makkelijk. Het is helemaal kant en klaar voor je. Deze stukjes moeten eraf. Ja. En dit is de bodem. Deze moet je ook even vouwen zo. Deze ook. Oeps. Deze. En dan doe je dit zo. Als het goed is, zie je daar een gleufje ontstaan. En daar gaan deze dingetjes in dat gleufje. Dus die stop je er zo in. En als je dit zo omvouwt, dan zitten ze er vanzelf in. En deze moeten er ook in. Die moeten ook in het gleufje. Juist, dan zo. En dit gaat dan zo eroverheen. En dit hier zo erin. En dan is je pizzadoos eigenlijk klaar. In elkaar gezet. En we gaan hem nu versieren. Ik ga werken met Rococo Roos en Whisper White. Omdat het verzoek was om het in het roze te doen. Want Alicia die gaat het aan haar vriendin geven die jarig is en dol is op katten. Ik heb besloten om de nieuwe, nieuwe snijapparaat ook weer terug te laten zien. En ik ga eerst een mat maken van 8x8 centimeter. De doosjes zijn overigens 3x3 inch. En dat is 8,5x8,5. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. En ik maak nu, ik werk nu centimeters en dat is 8x8 voor de mat die hierop komt, zo. En in Whisper White doe ik 7,5 centimeter. Dus dit is nog een beetje stug, mijn snijapparaat. Maar goed, dat komt wel een keer los als je het vaker gaat gebruiken. Nou, kom op. Dit heeft natuurlijk zo'n opstaand randje hier, waardoor je het er niet meer zo af kan laten vliegen. Hierop gaan we stempelen met de Nine Lives. Eerst de kat en ik ga met de A Friend Like You, dat is deze. A Friend Like You comes around once in 9 lives. En ik ga de kat stempelen met deze. Ik doe het weer met deze. Ik ga heel even, ik heb nog een blok nodig namelijk.
En nog één blok. Ja. Voor deze heb ik een blok nodig. Deze heb ik een blok nodig. En voor deze heb ik een blok nodig. En ik begin met de kat. Ik had overwogen om de kat te ponsen. En dan ga ik hem dus op een ander papier stempelen. Ik doe hem in soft tweed. En dit ga ik iets lichter stempelen. Dus dat wil zeggen, stemp op. Dus ik stempel hem eerst op een klapplaatje af. En dan... Oh nee, dat is niet de goede. Ik zit niet op te letten. Deze gaan we eerst afstempelen. En dan daarop stempelen. Even wel goed zo perfect is. Ja. En dan heb ik de pons nodig, die ik dus niet had klaargezet omdat ik een ander idee had. Maar die is hier, dus die heb ik even gepakt. En dan pons ik hem uit met de pons. Hoe makkelijk is dat? Niet knippen, gewoon ponsen. De stempels maak ik straks schoon. En mijn, de tekst, die komt hier. En dat ga ik doen in de, zal ik een soft tweed doen? Ja, ik doe de kaart in soft tweed op de tekst. Dus kijk recht. Beetje recht, dat kan je mooi met je gridpaper recht doen. Juist. Dan heb ik ook nodig Memento Black voor de bogaren. En nog een. Oh, daar is die. Deze past nog perfect. En oh, het is niet mooi gekomen, maar dat gaan we zo laten. En dan dat met rococo roos. De inkleuren. Dit is het stempelblok uit de set van het blik. Ja. Ik ga dit even dicht doen. Geen ongeluk. En deze ook dicht doen. De poes gaat met dimensionals. Dat doe ik als laatste. En ik ga kijken. Ik heb natuurlijk rococo roos lint. Wat ik daarmee ga doen. Ik ga het randje eraf halen. Want ik wil niet zo'n dikke lint hebben. Dus ik knip alleen dat rococo roos stukje eraf. En de rest kan ik mooi een andere keer gebruiken. Nou, nog een stuk. Ik wil niet het risico dat ik ook te weinig heb om een stukje te binden. Nou, het wil gewoon niet.
Ja, er zitten natuurlijk van die draadjes aan, want ik heb erin geknipt. Zo. Zo, kijk, dat is mooi. En dan met een dimensional halen. Met een glue dot. Die doen we later, want ik ga eerst dit hierop plakken. Ja, dat gaan we eerst doen. Dus, het is een beetje volgeraakt op mijn bureau. Sneeuw. Ik wil niet dat het los gaat als je het weggeeft. Ja. Dan hierop. Waarom ik het eerst daarop plak is omdat je, als je straks eenmaal de dimensionals hebt geplakt onder de poes, is het heel moeilijk, is het heel lastig om naar sneeuw op te gaan. Gaan smeren. Zo. En nu gaan we de dimensionals op de poes doen. Ik vind het eigenlijk al mooi. Het is heel mooi geworden. Heel mooie kleurcombinatie. Soft sweet samen met die rococo roos. Dat vind ik eigenlijk best wel een goede combinatie. En hier komt er een dimension op. Even deze doe ik even omvouwen. Dan kom ik een kleinere oppervlakte. Dan kan die zo erop. Oh, terwijl niet ondersteboven. Zo, en dan daar. Nou, dat is het geworden. Ook heel erg mooi met rococo roos. En voor meer informatie ga naar mijn website www.atheleries.nl. En tot de volgende keer. Dag!